was hij? Ik denk dat hem goed was. De reactie van het publiek was verbluffend eigenlijk. Ik hoorde Katja daar straks op de Rode Loper zeggen dat jij nogal nerveus kon zijn voor een première. Hoe waren de zenuwen vandaag? Ja, ik was toch erg nerveus. De rol van Pieter, Pieter Daens, ik speel de broer van Adolf, is niet zo simpel omdat hij niet zo superveel scènes heeft. Hij heeft een aantal scènes, maar ik heb best wel tijd tussen die scènes. En dan heb je te veel tijd om na te denken en als ik begin na te denken, dan word ik zot. Dus eigenlijk past de rol van Priester Daens, die je dan als alternee doet, beter bij jou? Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, ik weet dat niet. Het is wel de eerste keer dat ik de rol die ik ga alternaten, dat ik daar wel in geloof of zo. Ik vind dat een heel boeiend figuur, Adolf Daens. Een heel interessante figuur, tegelijk hard en heel zacht ook. Maar laten we duidelijk zijn, Peter van Velde is de perfecte en de geknipte Adolf Daens. Hè? Ja. Heb je nog nooit vergist van tekst? Want ja, je speelt eigenlijk de twee broers, allebei. Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Want, en dat is echt waar. Ik heb het nog nooit zo lastig gehad om twee rollen in te studeren. Meestal studeer je een andere rol in en daar heb je niet zoveel mee te maken. Maar nu zit ik de hele tijd met mijn eigen te spelen. Ofzo. Dus ik hoor zijn teksten die ik heb ingestudeerd. Dus het is best wel verwarrend. Ja, en ook muzikaal, tweede stemmen en eerste stemmen. En het, ja, het heeft heel lang geduurd voordat ik alles onder de knie had eigenlijk. Ja. Jouw dochter speelt ook mee. Ja. Ben je fier dat acteren in de familie blijft? Ik ben gewoon fier. Los van de acteren, want Katja, nog ik, sturen dat of duwen dat. Maar ik heb al menig traantjes gelaten als ik haar bezig zag. Omdat ik vind dat ze op een heel pure manier tracht gestalte te geven aan de rol die ze moet spelen. En ik weet niet of ik dat verwacht had. Ze is best wel een puber, dus dat is heftig om in huis te hebben. En op een podium wordt ze heel rustig, wordt ze heel gefocust en speelt ze echt mooi, vind ik. Dus ik ben super hard geraakt als ik haar zie spelen. En dat vind ik wel boeiend, ja.